Op zaterdagochtend vullen we nog de laatste dingen bij. En dan heb je er eigenlijk zaterdag na 10 uur 's morgens, heb je er tot maandagmorgen 10 uur geen werk meer aan. Als je kijkt naar mengkwaliteit of zo, hadden jullie daar dan bepaalde wensen van hoe het rantsoen eruit moest komen te zien? Het belangrijkste dat ze niet uit kunnen zoeken en dat er over heel de dag constant hetzelfde rantsoen ligt. Dat was voor ons het voornaamste. Dus het zijn twee groepen. De ene groep is de oudere melkkoeien en de andere zijn de vaarzen en opgevuld met tweede kalfs. Om zo twee groepen te krijgen. En hoe makkelijk is dat? Gewoon een rantsoen aanpassen met op het moment ja, kwaliteit? In horizon. Is het aan te passen en dan het volgende rondje dat hij gaat voeren, dan doet hij het zoals hij het gevraagd hebt. Ja, zo is het heel makkelijk schuiven in de laadvolgorde en hoeveelheden. En dat is heel makkelijk aan te passen. Ja, gemak dient de mens. Ja, inderdaad. Als je kijkt naar de inzetbaarheid en de mogelijkheden bij jullie op bedrijf qua voerkeuken, hoe is die zoektocht gegaan? We hadden een mooi schuurtje staan, werktuigberging met werkplaats. En dat leek ons in overleg met Lely een goede plek om het te doen, tegenover de melkveestal. En dan was het goed aan te rijden. En waar hebben jullie specifiek naar gekeken? Of wat waren jullie wensen zeg maar, ten aanzien van het systeem? Voor de keuken die moest zo dicht mogelijk bij de stal. We zitten met capaciteit zitten op een rand. Dat het systeem goed vol zit. Dus de capaciteit moest goed zijn. De grootte van de voerkeuken is afhankelijk geweest van de grootte van het schuurtje. Hij is iets ruimer dan we hadden, dan wat echt nodig is. En ik denk dat we daar alleen maar gemak van hebben. Als we kijken naar Horizon, wat gebruik jij met Horizon? We gebruiken het al voor de robots. Er zit al heel veel voor de melkrobots, zit al veel informatie in. Voor de Vector is er wat bijgekomen over droge stofopname. Wat hij aan het doen is, wanneer hij zijn rondjes gereden heeft en hoeveel dat er gevoerd is, daar kijken we het voornamelijk op. En als je kijkt naar dagelijkse routine, welke KPI's gebruik je dan met name? KPI productie en de gehaltes zijn voor ons belangrijk om in de gaten te houden. Aantallen melkingen, dat zijn de belangrijkste dingen. En dat is misschien niet direct met het voeren, maar dat is wel een gevolg van het voeren natuurlijk. Jullie laten de rantsoen berekenen waarschijnlijk door een voeradviseur. Hou je daar ook rekening mee van wat is de droge stofopname, wat vreten de koeien? En komt dat ook overeen met wat berekend is? Ja, dat proberen we wel inderdaad af te stemmen. En dat het inderdaad het berekende rantsoen ook voor de droge stof, de kilo's droge stof is, die daadwerkelijk opgenomen worden. Ja, de Vector heeft de verwachtingen wel waargemaakt. Wij hoopten een systeem aan te schaffen waar wij arbeid mee konden besparen en kwaliteit van voeren konden behouden. En dat doet de Vector uitmuntend. Ja, de Vector die voert flexibeler als dat wij van tevoren hadden verwacht. Dus hij kan makkelijker verschillende groepen combineren. Ik zou het systeem, als het goed in te passen is en zeker als je een arbeidsvraagstuk mee zit, dan zou ik een Vector zeker aanraden voor andere veehouders. Zou je de Vector nog kunnen missen? Ja en nee. Ja, want op een andere manier kunnen we ook voeren. Nee, dan komen we arbeid tekort. Dan moeten we arbeid bij gaan zoeken en dat is niet zo makkelijk. Dus kun je niet meer zonder? Dat is een beetje ver, maar willen we niet meer zonder? Nee, voorlopig niet in ieder geval.